Ja, waar gaan we het over hebben? Ja, doei. Nou, welkom. Dimitri, jij mag even het welkomzinnetje, want ik heb deze missie nog nooit kunnen halen. Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van Emergency 5. Huh? Oh, wacht. Ja. En wat gaan wij vandaag doen, Dimitri? We gaan een bom onschadelijk maken. Nou, dat niet alleen. Hier staat het in de fik. Oh ja, ja, dit was dezelfde missie als vorige keer. Toen was hij niet gelukt, toch? Klopt. Dat weet ik nog wel. Toen ging het niet goed. Nee, klopt. Ik heb deze nog nooit gehaald, dus het zou heel mooi zijn als we deze kunnen halen. Zo, we zetten. Ja, net liep mijn internet even vast, maar vast. We need to unload the SWAT robot from the transport vehicle before we can tell it what to do. Understood. Vast. We should deploy water tenders to put out building fires. Their higher extinguishing power is ideal for fighting larger blazes. Right away. Nou ja, het zet er in ieder geval wel mooi op tape als we hem halen dit keer. Staat het op tape, inderdaad. Zou wel mooi zijn. We need to put out these vehicles as soon as we can. There could still be drivers in the burning vehicles. We need to put out these vehicles as soon as we can. We should wait for the SWAT robot to consider it done. The bomb. It will then start to defuse the bomb automatically, but will take some time to do so. No problem. Yes? Okay. Yes? Some victims have been buried by minor debris. Our firefighters can move debris. Then we can treat them and get them to the hospital. Yes, sir. I'm ready. Yes, sir. Krijgen we dat weer, hoor. Wait orders. Doctors should examine and treat the injured on the scene as quickly as possible. Otherwise, they'll start to lose their strength. Hier hebben we de bom. Can do. En hier staat het ook voor flinke lichte laaien, dus ik wil dat we hier ook beginnen met blussen. Can do. What's up? Consider it done. Alleen het spel is zo traag. Morgen zou je zien bij Emergency 4 dat het wel een heel stuk sneller kan. What's up? I'm ready. No problem. Yes? Okay. I'm on it. Yes? Okay. Got it. Oh. Game op pauze. Ik ben... Jij moet het maar even Oh, waarom gaat hij nou pauze? Jij moet het maar even volhullen, Dimitri, want... volgens mij is de bom onschadelijk. Mooi. Ja, waar gaan we het over hebben? Ja, doei. Maar hoe was jouw week? Yes, got it. Okay. What's up? Count me in. Of geef je daar geen antwoord op, okay. Door de drukte? Door de drukte What's niet, up? Nee. Mooie brandweerwagen. Yes, okay. Await orders. Await orders. Nou, het gaat niet zo goed. Hey, ik hoor wel leuke stemmen de hele tijd. Wat ging er dan vorige keer verkeerd dan? Ja, dan heb ik toch een paar handelingen niet goed Ja, de bom ontplofte toch? Ja, ook een keer. En dan stond hier, was ik klaar met die bom en dacht ik, nou, ik heb het gehad. Want het stond hier heel het gebouw nog in licht te laaien. Maar ja, dan moet op een of andere manier moet ik hier binnen in het gebouw kunnen.
Oh nee! The civilian vehicles. Extinguish burning vehicles as quickly as possible. Dat bedoel ik. Ja, we zijn weer game over. Hoe dan? Ja, dat weet ik niet. Hier. Ik heb de brandende voertuigen denk ik niet goed gedaan of zo. Nou ja, we kunnen nog wel eventjes de simpele, die moet ik nog zelfs wel kunnen. De makkelijkste missie. Zullen we die dan nog even snel doen? Gewoon eventjes om te laten zien dat het ook kan. Deze. Oh nee. Ik weet niet wat hij gaat doen. Dat gaan we vanzelf zien natuurlijk. Ja, helaas. Ik weet ook niet wat ik fout doe. Misschien als het spel wat sneller was, dat het dan wel lukte. Ja, dan ga ik het weer op het spel afschuiven. Maar was toch. Maar hoe mijn week was, vroeg je, hè? Ja. Ja, mijn week. Het is maandag, dus mijn week moet nog beginnen, maar ja. Ja, je afgelopen week heb ik het dan over, hè? Oh ja, prima. Op zich wel. Gewoon een beetje de normale weken, hè? Oh. Beetje werken, beetje school. Oh, deze heb ik al eens gehad, volgens mij. I am your supervisor, and I will be accompanying you throughout emergency 5. Oh, wat is dit? Oh, wacht, nee, de boek. Oh, dit is de eerste missie, de brandje blussen. Nee, dat is nou ook... Ja, zullen we die dan even doen en dan... Ja, is goed. En dan volgende week de rest. Dit is de intro video. Ja, schiet nou maar op. Hoppakee, ja, schiet maar op. Goed. We need a heavy rescue vehicle with firefighters. To do select now, bring the heavy rescue... Hoppakee. Dit is echt zo gedetailleerd en van goh. Een ding, hè? Hij rijdt wel sloom, hè? Ja, zo slecht gemaakt. Het is een beetje Apple. Meer op het uiterlijk letten dan wel. Now click on the flashing exit button in the selected hood. Yes, now click on the flashing fire. Okay. Now take a look at the burning pallet and at the objects near the blaze. All the objects you can cool or extinguish with your firefighter are highlighted. Yes, okay. Yes, sir. The firefighter will automatically connect his... Nou, Dimitri, we gaan maar vast afscheid nemen, denk ik, want dit is zo gepiept. Ja, nou, bedankt voor het kijken. Ja, inderdaad. En vergeet niet te abonneren. Morgen hebben we hem wat langer, maak het met je goed. Ja, morgen gaan we een hele lange opnemen. Laten we dat doen. Ja, precies. Emergency 4. We kunnen ook een keer Emergency 3 doen, dat is wel lachen misschien. Ja, een keer op de dinsdag. Ja, of de maandag. Of als extra uitzending. Zien we dan wel. Maar... Ja. Await orders. I'm on it. The barrels near the blazing pallet to cool them. The firefighter will then automatically perform the action. Got it. Nou, even afwachten. Oh, wat gaat dit traag. Lijkt net de Sims. Ja, inderdaad. Moeten we dat ook niet een keer doen? Ja, dat zei jij al een keer, hè? Kunnen we wel een keer als extra uitzending doen. Toch? Ja. Nou, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Vergeet niet te abonneren en morgen maak ik het goed met een langere aflevering. Doei!